Hey Steven, hoe is het ermee? Ja, prima. Hartstikke goed. Ja? Leuk. Ja. We zijn. Ja, in het vliegend hert. Is alweer even geleden. Gaat het goed hier allemaal? Ja, zeker. Alles een gangetje. Ja, nou, dat is heel goed. Zeker. En nu zijn we hier met deze drie vriendelijke dames. Altijd goed lachs. Ze zijn ook levensgenieters, deze drie. We zijn hier omdat het wijnfestival eraan komt in het stadhuis in Middelburg. Op welke datum was het nou, dames? 20 en 21 oktober. Kijk, dat is perfect. Maar dan gaan we nu een rondje doen langs wat lokale leveranciers. Want het is een lokale regionaal festival. Dus ja, dat komen we gewoon even proeven. In ieder geval de dames. Dus Steven, vertel eens. Wat gaan jullie onder meer schenken? We gaan allemaal wijnen presenteren van het wijnhuis Longridge. Komt uit Zuid-Afrika. Regio Stellenbosch van de wijnmaker Jasper Raats. Ze maken rood, wit en rosé ongeveer in de prijsklasse tussen de 10 en de 100 euro ongeveer. Okay. Dus we gaan een heel divers aanbod aan Zuid-Afrikaanse wijnen presenteren. Nu voor de dames gaan we een witte wijn schenken. Een Chardonnay. 100% Chardonnay. Deze Chardonnay heeft een klein beetje houtlagering gehad. Dus er wordt de wijn een beetje voller van, een beetje dikker, wat vetter. Een soort maisbergen onder de wijnen. Nou, vind ik wel leuk eigenlijk. Ja. Die houdt er misschien wel in. Ja. Nou dames, dat is één. Zijn wij het eerste adres? Ja. Nee, heel lekker. Ja, heel lekker. Mag als je hier iets te eten bij zou Wij serveren er op het moment in de wijnproeverij een stukje warm gerookte wilde zalm bij. We zijn in Zeeuwse Streken en Zeeuwse Streken weten wij doen ook mee aan het wijnfestival. En ja, we denken nou, Cas die is er altijd. En precies als wij nu komen is Cas op vakantie. Ja. Dus dan maken we kennis met de sous-chef. Wie ben jij? Johnny. Nou, aangedaan. Aangedaan. Hé, maar jullie gaan op het wijnfestival niet zozeer wijn schenken, maar eten serveren. En het is misschien niet precies wat je op je bordje hebt, maar wat is het? Ik heb hier een oester met Japanse kruiden. Wat zeekraal, een sushi. Van avocado en zeekraal en wat miso-mayo eroverheen. Ja, dat klinkt heel aantrekkelijk. Nou, er zijn de dames daar, die lusten dat vast ook wel. En het is zomaar even om te proeven, dames, dus het is maar één portie. Dus als nou één van jullie even de oester wil proeven en de andere de sushi. Hè? Ja. Dat kan wel, toch? Ja hoor. Wat wil jij? Ik doe het. Ja, ik wil het. Hij ziet er heel mooi uit. Het is ook lekker met die kruiden, hoor. Ja, prachtig. Cool. Nou, cheers. Ja, cheers. Wijn spijs. Heel lekker. Is lekker, dames. Heel lekker. Nou, dat belooft wat. Oh, ja. Dankjewel, chef. En dankjewel. Fijne dag nog verder. Is er voor wat lekkers in de schijntje, dames? Ja, dat is heel goed. Ja, heel graag. Allemaal gewoon een wietje. Nou, iets wat een beetje te maken heeft met het wijnfestival. Wat je ook over de tijd is. Ja. Nou, wat neem je mee naar het wijnfestival? Ja, wat neem je... Zullen we daar gaan proeven? Nou, sowieso doe ik mijn schenkwijnen. Om dat te laten zien van wat doen we eigenlijk. We hebben hier een heel mooi glas wijn. Dat is een Sauvignon Blanc Verdejo. Dat is de meest geselecteerde wijn bij ons. €4,90 nu nog op van het glaasje. Ik schenk 5 glazen uit een fles. Er zijn zaken die doen 7 glazen uit een fles. Dus je krijgt voor €4,90 krijg je echt een heel mooi glas wijn. Ik laat het jullie even proeven, dames. Heel goed. Even eerlijk samen met delen. Maar dit is wel. Dankjewel. Ik kan hier mijn tanden mee poetsen. Dat is een wereldspul. Maar Gert-Jan, hoe werkt dat bij jou? Want jij staat er ook wel bekend omdat je een zeer grote collectie wijnen hebt. Ja, 200. En je hebt ze van, van de goedkoopste van 4 tot 1000. Van het glas is de duurste geloof ik iets van €73 geloof ik. Dat is voor ze, maar goed. Maar ja. Wat bepaalt bij jou de selectie voor een festival? Kijk je dan ook naar de betrouwbaarheid van iets? Nee. Ik vind, kijk, ze kunnen kennis maken met alle wijnen. 200 wijnen van het glas. Wat ik daar doe met het festival is even de mensen kennis laten maken met gewoon goede wijn, geselecteerde wijnen voor een normale prijs.
Ik ga daar niet samen met Amarones en weet ik het allemaal. Dus ik doe 6 wijntjes, neem ik mee, geloof ik. En ja, dat is gewoon wel geinig. Ja, gewoon een instapselectie eigenlijk. Dat ze niet denken van, weet je, het hoeft ook niet altijd zo duur te zijn. Nee. Maar hoe is deze voor jullie? Is die lekker? Ja, heel lekker. Ja, ja, zeker. Ja, die kan je inderdaad de hele avond drinken. Ja, dit gaat niet tegenstaan. Ja. Als je bijvoorbeeld een Chardonnay hebt, een Chardonnay is meestal iets dikker, iets ronder. En het gaat ook sneller tegenstaan. Dit blijft lekker fris. Ja, dit kan je gewoon lekker een flesje of 2-3 wegtikken. Ja, precies. Ik heb de eerste dansmoves. Ja. En dames, we hebben hier ook nog Barres en Bijts. Ja. En dat is net als Elmo's Kito. Ja, die zijn soms ook met andere dingen. Ja, ze zijn, Bijts gaat om 5 uur open, maar dat is ja, dan zijn we al dat is veel later, hè? Ja, dat is wel laat, ja. Dus, maar ze mogen wel vernoemd worden natuurlijk. Zeker. Ook Barres. Ja. En jij wist ook hoe het zat, Barres die doet. De wijn? Wijn en Bijts doet voor mijn hapjes. Ja. Voor de hapjes. Ja. Maar ze zijn sowieso allebei present. Ja. Ze zijn present, ja. Nou, dat is heel goed. Nou, dan gaan we nu heel nog. Ik heb er zin in. Ik vind dit is een van mijn lievelings. Ja? Ja? Ik heb wel al gegeten bij Bijts, nog niet bij Barres. Dus dat moet ik binnenkort bij. Ja? Oké. Okay. Heel goed om te weten. Ja. Goedemorgen, goedemiddag. Ja, goedemorgen, ja. Ik heb 3 dames bij. Ja. Dus staakt u geraas. Een heel erg strenge vluchtbelletjes, dus vandaar dat trillen. Ja. Dan hebben we hele mooie strakke bonbons, ook bij het begin natuurlijk. Ja. Ook goed trillen heb je strakke bonbons. Begrijp ik het nu goed dat jullie op het festival zowel wijn als chocola doen? Ja, klopt. Okay. Deze wijn, dit is eentje uit onze historie toen we nog in het restaurantwereldje rondliepen. Peper en zout, mes en vork. Ja, zeker. En deze pakten we vaak inderdaad met combinatie met chocoladedesserts. Dat is een Pinot de Chiron. En deze is echt de klassieke school, toen ik op school zat. En je moest een menu schrijven, banjul. En je schreef chocoladedessert, banjul, altijd goed. Ja, dat was, maar nu is er veel meer. Ja. Maar toen was het echt nog een van de weinige dessertwijnen die matchten met chocolade. Cacao Puro. Eigenlijk zoals de Azteken ermee aan de haal zijn gegaan, het uitvinden van chocolade. Yalunga. En deze pakken we echt heel vaak voor tastings. De laatste keer hadden we bij het Vliegend Hek trouwens in de kelder hadden we ook met Pedro Ximénez. Dus om keuze aanbieden. Voor combinatie. En mogen hun de beste match. Wij gaan vertellen over deze twee en ook die chocolade. Er zijn wel 5 dingen om uit te leggen. Er is natuurlijk veel meer mogelijk qua food pairing. Met dessertwijnen, met whisky hebben we ook al een keer gedaan. En met gewoon rode wijnen, volle rode wijnen of goede pors. Dat is ook echt allemaal matchbaar met chocolade. Goeie avond voor het festival. Zeker. En heel leuk ook juist inderdaad om deze kant ook te laten zien. Met chocolade en wijn, ja. Zeker. Dan zullen we dan nu maar eens een wijntje gaan drinken op de markt. Want ik ben zo zachtjes aan ook wel toe aan wijn. Zeker. Ja. Goed. Hey, mensen, dank jullie wel. Tot op het festival. Of tot ergens op elders. Ja, joh.